coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Mogen richting de boot. 6-7. De boot is er nog niet, maar hij vertrekt ook pas om 4 uur. Nog even wachten. De meeuwen die vinden het helemaal niet uit, komt er eens een noten voorbij. En daar staan we weer. De boot is net gearriveerd, maar ja, eerst moeten alle passagiers eraf. Campers komen nu naar beneden gereden. Echt, de ene naar de andere niet te geloven. Onvoorstelbaar. Zo ongeveer halverwege met de boot. Daar zie je nog een klein stukje Denemarken. Mondsklint. Hoe je het ook uitspreekt. Een prachtige lucht. Hey daar. We zijn in Zweden. Eerste overnachting bij Smegehuk. Klein haventje. Het was laat en donker toen we aankwamen. Maar we staan wel. Kijk, daarachter is de zee. Joehoe! Welkom in Smering. Smegehuk heeft een leuk klein haventje. Gezellig om hier een keer rond te wandelen. Aan de andere kant van de weg ligt het dorp. We zijn in Ustad, geschreven met de Griekse ei, ei-stad, Ustad, voor het nieuwe gemeentehuis. Een leuk pleintje. Dan kijken of jullie de stad kunnen laten zien. We lopen op de Stora Östergatan. De grootste winkelstraat van Ustad. Gezellige drukte, autovrij. Overal kleine winkeltjes. In het centrum, een pleintje.
en het oude stadhuis. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own, on my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone, I'm alone, I'm alone. De parkeerplaats in Ystad, 40 kronen voor 24 uur. Ideaal om de stad te bezoeken direct in de haven. Na een vermoeiende dag, die wel heel mooi was, sluiten we af met een lekkere hamburger. Heerlijk was hij. We zijn aangekomen in het paradijs. De Jamin, maar dan in het groot. Ongelooflijk. En lekker, lekker, lekker. Maar ja, we hebben net een hamburger op, dus. Vond je het ook zo'n leuk filmpje? Ik vond het echt heel mooi. Nou, geef dan een duimpje omhoog. En abonneren, kan dat ook?
Natuurlijk, dat is hartstikke gratis. Tje. Dan zeg ik doen. Houdoe, bedankt.